Je hebt er al 9 ingeschoten dit seizoen. We mogen wel zeggen dat jij echt een geweldig seizoen hebt. Hè? Is dit de beste ooit tot nu toe voor jou? Ja, ik heb alleen nog maar toen we in de Eredivisie speelden, play-offs gespeeld, volgens mij voor naar onder te gaan en nog nooit voor naar boven. Dus qua team en ook persoonlijk denk ik mijn beste seizoen veruit. Ja, wat maakt het nou eigenlijk? Hoe kan het dat dit seizoen dat je zo goed speelt? Ik denk ook sowieso wel in elk team dat aanvallend heeft gespeeld en veel kansen heeft gecreëerd. Dat ik daar goed op mijn recht ben gekomen en dat ik daar altijd wel mijn goals en assists heb gemaakt. En in het verleden is het natuurlijk vaak bij teams geweest die onderin speelden in de Eredivisie. En dan is het natuurlijk altijd wel iets moeilijker om voor de goal te komen als aanvaller. Maar ja, dit seizoen valt eigenlijk alles op zijn plek bij ons en ja, iedereen presteert geweldig. Dus dan ga je daar natuurlijk ook in mee. Ja. Sef, hoe kijk jij naar de ontwikkeling van Vito? Nou, laat ik eerlijk zeggen dat ik toen hij pas bij VVV in het eerste elftal kwam, dacht ik van oei, als dat maar goed gaat. Je kon toen al zien dat hij iets speciaals had, vond ik. Doelgericht, daar is de goal, daar ga ik naartoe. Krachtig, maar hij zat ook wel eens in de emotie dat ik dacht van hey, dit gaat niet goed komen, omdat de emotie dan zodanig opspeelde dat hij ook dingen deed, dingen forceerde, overtredingen maakte, die op dat moment niet in belang van hij de wedstrijd waren. Nee, herken je dat, Vito? Ja, dat is zeker waar. Dat is iets wat ik eigenlijk al vanaf vroeger heb. En dat was nog vele malen erger eigenlijk, moet ik heel eerlijk zeggen. In de jeugd toen moest ik het de trainer soms nageven hoe ze ermee om zijn gegaan. Maar ja, dat is wel iets wat door de jaren heen wel steeds beter is geworden eigenlijk. Ja, en dan heb je ook natuurlijk nog een hele goede samenwerking met Maurice Steijn, zowel bij VVV als nu bij Sparta. Is dat heeft dat ook nog invloed op jouw prestaties? Ja, natuurlijk. Ik denk, hij laat me gewoon altijd best wel vrij. En hij, ik mag overal op het veld lopen. En dat ligt me wel. En dan betaal ik het denk ik altijd terug in doelpunten en assists die ik maak. En ja, die combinatie die is gewoon super eigenlijk voor mij. Ja. Het vertrouwen in elkaar, hè? Is hebben. Jij in de trainer in jou. Ja. Ja, dat werkt. Ja, precies. Ja. Ik kan ook overal lopen en ik kan nog geen bal inschieten. Dan mag ik het waarschijnlijk niet meer doen. Maar ja, dat is bij ons nog niet het geval geweest, gelukkig. Ja, hij is ook het sterkste als hij overal loopt en overal opduikt en afjaagt. Want die jongen heeft een paar longen, dat is gewoon niet normaal. Maar hij is ook iedere keer voor de goal. Dus ja, fantastisch. Ja, Steijn zegt ook, Vito moet je gewoon laten staan. Ja, altijd. Je moet hem gewoon laten staan en dan komt er wel iets uit. Hij zegt dat ook tegen jou, van ik laat je altijd staan. Ja, nee, hij zegt het niet, maar ik weet het van tevoren al. Ja, als aanvaller dan heb je natuurlijk altijd vertrouwen nodig. En als jij in de 70ste minuut het bordje omhoog ziet gaan en je weet dat jouw naam erop staat, of jouw nummer erop staat, dan is het niet lekker om al te spelen als je dat weet van tevoren tot je eruit gaat. En ja, dat is eigenlijk nooit het geval. En ja, gelukkig dan maak ik ook doelpunten. Ja, zeker. Je hebt er 9 gemaakt, 10 assists. Droom je al van Europees voetbal? Ja, daar praat natuurlijk iedereen in de club en iedereen die je spreekt praat er natuurlijk over. Alleen ja, het is natuurlijk nog zo ver weg omdat je nog de play-off wedstrijden in Nederland hebt waar waarschijnlijk dan nog Twente of een ander sterke team bij komt. Dus dat, laten we het van gewoon kijken hoe we het gaan doen en hoe het seizoen gaan eindigen. En dan kunnen we fris waarschijnlijk de play-offs in. Ja, dan gaan we zien waar het eindigt. Het is bijna 40 jaar geleden de laatste keer voor Sparta dat ze Europees voetbal hebben gespeeld. Krijg je dat mee op het kasteel? Ja, je ziet wel nu met de week meer de statistieken en de historie van Sparta. Hoe lang het geleden is, hoe ze iets hebben gehaald. En dat is natuurlijk best wel bijzonder om daar dan onderdeel van te zijn om nu in dat team te spelen.